Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hair, my dear, and place them both in mine. You know. Hoi en welkom bij de Verschijfjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En vandaag gaan we iets heel leuks uittesten. Jij vindt het leuk. Ja, jij ook, want het staat hier dat het geen pijn doet. Nou, wij hebben bij de Kruidvat hebben wij een apparaatje gekocht. Perfect Eyebrow. Gelukkig was dat met de dop. Perfect Eyebrow. Dus perfecte wenkbrauwen in een handomdraai staat er. Nou ja, zoals dat jullie misschien wel weten. Het is een aansteller. Wenkbrauwen epileren, dat vind ik echt de hel. Dus ik dacht, nou laten we het een keer proberen. Hè? Wat is dat dan? Geen idee, er zit een kwastje bij. Te poetsen. Ah, dat denk ik, hè. Oh, misschien om je haartjes weg te poetsen. Luister, je mag het bij mij proberen, maar ik wil nog wel wenkbrauwen overhouden. Maar ja, goed, daarnaast, we hebben ook nog Eyebrow Magic gekocht. Dit gaan we dan daarna gebruiken. Als het goed is, krijg je dan met dit penseeltje weer een soort van... Eyebrows. Wenkbrauwen. Wenkbrauwen, nou. Waarom moet je mij vasthouden? Dat vind ik fijn. Oh, ze worden eerst geborsteld. Ik zou niet zo blij zijn dat ze worden geborsteld. Doet een heel stuk van je dingen af. Ja, maar als het goed is, dan doet dit geen pijn. Nou, er moet een batterijtje in, dus dat hebben we al gedaan. Ah, dit kietelt. Gaan ze weg? Ze worden weggesnoeid. Bomen. Ze gaan ze weg hakken. Kijk eens even in de spiegel. Waar zijn mijn wenkbrauwen? Ik had sowieso al bijna niks. Ja, ik zie dat niet, Kim. Als jij zegt dat het goed is, is het goed? Ik vind het wel goed. Ja, vind je het wel goed? Gaan we het andere apparaatje proberen? Of apparaatje? Ik dacht dat het een beschrijving was. Wat zit er? Schudden voor gebruik. Dat is echt goed. Echt, er zit zo'n lap ding zit erin en er staat er één klein dingetje. Dit is een fortune cookie. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit werkt. Niet te dik maken, hè? Zo dik! Ik maak ze zo dik! Ja, dat ik ineens hele dikke wenkbrauwen heb. Nee, maar dat is ook niet mooi. Voor mij niet, want dat is bij mij toch niet gewoon. Je moet dat is wel heel veel groot. Wat een verschil, moet je kijken. En ik heb letterlijk jouw eigen wenkbrauwhaartjes heb ik gevolgd. Jeetje, wat een jouw wenkbrauwen gaan letterlijk tot met hier. Alleen het zijn hele dunne haartjes die zie je. Ik heb ineens wenkbrauwen. Ik moet zeggen, ik vind dit nog beter eigenlijk dan dat andere spul. Kijk maar. Ah, deze is een stuk dikker, ja. Weet je waarom? Nou? Ik ga eventjes een doekje pakken. Oh, maar deze is veel korter. Oh, ik vind ze wel heel donker. Maar de ene heeft wat meer een lijntje, hè, in mijn wenkbrauw zelf. Ja. Beter, toch? Ja, perfect. Jeetje, wenkbrauwen. Ik heb ineens wenkbrauwen. Ga je ook dat apparaatje gebruiken? Ja. Perfect. Erg mooi. Erg mooi. Nou, ik vind het eigenlijk wel geslaagd. Ja, dat is echt mooi. Ik ben heel tevreden. Het lijkt alsof dat hij niet heel veel doet, want je hoort hem niet zo heel erg. Dus dan lijkt het net alsof dat hij het heel langzaam doet, net zoals met je tandenborstel, je elektrische tandenborstel. Ja. Als die bijna op is. Dan een beetje dat geluid. Maar ik moet zeggen, het ziet er echt... Ja, je ziet echt heel goed dat je haartjes...
dat het allemaal weg is. En dat doet geen pijn. Ik ben tevreden. Voor mij blijft deze in de kast. Als die kapot is, nou, ik koop 10 nieuwe. Echt waar. Ik vind het echt een perfect dingetje. Dus, blij dat we het hebben gekocht. Zeker wel. Ja. Nou, en van het andere is ook gewoon leuk. Geweldig. Ja. Ja, daar moeten we gewoon even een beetje... Even mee oefenen. Maar goed. Hey, het is coronatijd. Ik zit toch binnen. Dus we kunnen oefenen wat we willen, totdat we het perfecte hebben. Dus, nou, luister, we gaan zo nog eventjes... we hebben ook wimpers gekocht, maar magnetische wimpers. Die zijn leuk. Ja, ik weet niet of dat gaat werken. Want het is, ja, weet je, die andere wimpers, dat werkt bij mij niet. Echt, ik plak het ze zo scheef en zo en zo. Dus dat werkt niet. Dus nu dacht ik, ik zag dat voorbij komen. Magneetwimpers. Hopen dat dat wel lukt. Ja. We hebben in ieder geval die wimpers gekocht. En die gaan we dan morgen doen. Ja, ik ben benieuwd of dat gaat werken. Ik ook. Ja. Nou, het is nu een dag later. We zouden de wimpers zouden we die magnetische wimpers zouden opplakken, hè? En omdat we de vorige keer geen tijd dan meer voor hadden om dat op te nemen, dachten we dat doen we dus vandaag. Jij wil eerst nog mijn wenkbrauwen weer doen? Ja, want dat was wel heel mooi, hè? Ja, dat was leuk. Nou, ook leuk dat vooral. Ja. En zo heb je ineens weer wenkbrauwen. Nou, die hadden we de vorige keer ook al op. Ja, en nu gaan we wimpers doen. Ja. Ik heb ze mij nou open. Oké. Super Easy Magnetics. Ik kan hem niet open. Ah, kom hier, zal ik het doen? Dankjewel. Alsjeblieft. Maar er staat hier weer heel in het klein. Staat erop wat je moet doen. Het is Engels. Nee, maar nu moet ik Engels gaan praten. Nee, je hoeft niet Engels te praten. Je moet het lezen. Oké, lees maar. Nou, deze moet je dus 2 tot 3 keer... maar je moet mascara eerst doen. Moet er eerst mascara? Nee. Ja, dat anders die... Anders zijn je wimpers maar niet zo mooi. Maar dat staat hier niet op. Ja, maar dat is wel mooier. Nou, ik doe het zonder, ja? Doe jij het met, doe jij het zonder. Kijken wat het verschil is. Nee, jij mag eerst. Oké. Nou, dus dan moet je 3 keer moet je deze liner boven je oog aanbrengen. Zal ik die dicht houden? Maar dan zie ik helemaal niet meer wat ik doe. Ja, hij zit erin. Dat zal er bij me dicht. Moet ik het erop plakken bij jou? Plak jij het er maar op. Ik heb nou mijn ogen dicht. Nou jongens, laten we hopen dat dit... dat ik eindelijk eens een keer iets heb wat wel werkt. Moet ik kijken of ik ze eruit krijg? Ja, want ze gaan er gewoon niet uit. Je moest toch ook nog iets knippen of zo? Klein wimper. Oh my god. Maar hij zit nog niet hoor. Niet schrikken. Zit hij een beetje goed? Even dit weghalen. Hey, ik ben er goed in geworden, hè? Ik heb niet eens geoefend. Kijk dan, ik heb gewoon een wimper. Hoef je niet? Nee. Ik vind het echt heel, heel niet werken. Open? Ja, ik vind hem mooi, hè? Oké, nou, ik ben tevreden. Ik ga mascara op doen. Ja, doe jij mascara op, want je hebt al hele mooie wimpers. Je hebt geen nepwimpers nodig. Wauw. Ik wou dat ik zulke wimpers had, zeg. Nu moet je me blij zijn. Nou, ik heb helemaal niks. Ik moet van die gekke dingen. Ja, terwijl dat het niet lukt. Laat je ogen dicht allebei. Dit plakt echt geweldig, joh. Kijk. Ik leg hem er even terug op. Ja, dat kan niet. Oh, nee. Oh, dit, volgens mij moet je dat gewoon met die achterkant doen. Nee. Oké, we zijn er bij mij achter gekomen dat je dus wel dat ene stripje nodig hebt. Dat is dus het magneten. Waarom heb je dat dan? Dat staat er dus gewoon echt heel slecht beschreven. Hoe? Ja, aan die kant.
Dus moet dat dingetje moet eventjes erop maar... Of ga je die zo gelijk plakken? Ja, dat kan ook. Er zit dus gewoon een heel klein magneetstreepje stripje bij. Niet je wenkbrauw omhoog. Ja, dus op. Dat gezicht bij jou. Oh, nu is het net alsof dat ik... Eeuw, het ziet er echt niet uit. Struggles met de verschrijkjes. Echt, hè? Waarom lukt ons dit gewoon steeds niet? We zijn er gewoon niet meer goed in. Je hele handen zitten onder. Nou in. Is ik nog goed? Ja. Nu dat ik ineens mijn wimperen... Dat zo naar beneden staan. Hij doet het niet. Oké. Okay. Ben er klaar mee. Jongens, poging nummer 600.449 weer mislukt. Ik dacht dat ze altijd zeiden, eerste keer lukt, nou de tweede keer moi, en de derde keer scheepsgek. Nou, bij ons niet. Bij ons lukt het gewoon steeds niet, hè. En weet je, dat is heel frustrerend. Ja, is het ook. Het lijkt net alsof we niks kunnen. Echt, niks lukt. Niks. Nou ja, weet je, we gaan dit nog wel een keer proberen, maar niet nu. Weer over een half jaar. De vorige keer was ook bijna een half jaar geleden. Hoeveel wimpers hebben wij nu inmiddels liggen? We hebben dat hele 1, set. 2, 3, 4. Een stuk of 6 denk ik inmiddels nu, maar we hebben niet 5, alles laten 6, zien. 7, 8, 19. 12. Ja, maar dat zijn allemaal wimpers op één dingetje. Maar luister, het lukt gewoon niet. Nee. Jongens, echt, geef ons dé tip hoe wij het makkelijkst de wimpers op kunnen doen. En een pincet werkt bij ons niet. Nee. Ja. Nou, oké, weer niet gelukt. Check, check. Hup, volgende keer weer. Nee, maar deze keer waren we niet pissig. Nee, nog niet. Maar deze keer lukte het wel beter dan de vorige keer. Want het plakte. Nou, we kwamen erachter dat het dus magneten waren. Nee, ik wist dat. Maar ik dacht dat spul was. Ja, dat dacht ik ook. Zo stond het er ook opgeschreven. Er stond helemaal niks op van dat spul, dat je dat plakketje erop moest doen. Ja, ik echt goed. Oké, nou ja, dat was het weer. Oké. Volgende keer gaan we het nog een keer proberen. Ja? Dat wordt nummer... 130.000. Zoiets, ja. Nou, vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te geven. En het belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijtjes. En vergeet niet naar onze volgende vlog te kijken. Doei!